Figo, Deco. Maar wat dacht je ervan dat je gewoon die ballen ging opvangen? Vind je het moeilijk kort bij die vrachtwagen? Maar we horen helemaal niks. Nee, maar dat gaat er niet om. We gaan gewoon zien wat moet lopen. Als het tekort is, moet je zeggen. Mannen, muurtje, muurtje. Iets naar rechts. Rechts. Naar links. Naar links. Stop. Klasse. Zo, de CTS-vrachtwagen staat geparkeerd hier op het eigen AFAS trainingscomplex. En met mij in die vrachtwagen heb ik meegenomen Sam Beukema, Tijani Reinders, Pierre Koopmeiners en Dani de Wit. Want we gaan vandaag namelijk challenges opnemen, de CTS-challenges. En in deze challenge, de two-touch, is de bedoeling dat de spelers de bal over de bus heen krijgen en daarbij ook nog eens antwoord geven op vragen. Het gaat over landen waar CTS actief is. We beginnen met het land Spanje. En zometeen wil ik, als je de bal hebt, steeds een club horen die in La Liga actief is. Moet te doen zijn, toch? Barcelona! Goeie bal! Ja! Real Madrid! Jij zo! Let's go! Ja! Ja! Punt voor jullie. Deze ronde hebben jullie gewonnen. Volgende vraag. Het gaat over Frankrijk, ander land waar CTS actief is. Noem de spelers uit de Franse kampioensploeg van het WK 2018. Ja. Allez, ensemble. Oké, hij komt eraan, hè, jongens. Pogba. Wacht, ik hoor niks. Heb je wel wat gezegd? Ja. Ja, dat is ja. Ja. Een puntje. Hoppa. Stop, hoppa. Die heeft gespeeld, schijnt, op het WK. We gaan twee focussen. Ik heb één bal aan gedaan. Het zonnetje is niet. Jullie stoppen gewoon als wij niets horen. Ja, we horen het niet. Ja, maar dan moet je toch gewoon spelen, dat maakt er niet uit. We gaan naar het land Italië en de vraag is, noem Nederlandse spelers die nu in Italië actief zijn. Zo, daar ken ik er toevallig eentje van. Kijk, daarom hebben we hem. Koopmeiners! Oh! Rood! Ja! Hij is uit helaas, jongens. Hé, ben je schreef of zo? Hey, het is 2-1. Als jullie nu een punt pakken, is het 2-2, gaan we naar de winnende vraag. Maar het is wel de moeilijkste vraag. En dat gaat over Portugal. Nou, Nederland en Portugal kennen historische wedstrijden natuurlijk. Met misschien wel 2006. Het WK 2006 als meest historisch. 16 kaarten werden er toen gegeven. En de vraag is, welke spelers kregen toen een kaart? Oké, okay, let's go. Doe die jij zegt. Hey, eerst die bal gewoon, want daarna gaan ze hem niet hebben. Van Bronckhorst. We hoorden niks. Van Bronckhorst, werd duidelijk gezegd. En die staat zeker op het lijstje. Hallo. Figo, Deco. Maar wat dacht je ervan dat je gewoon die ballen ging opvangen? Vind je moeilijk kort bij die vrachtwagen? We horen helemaal niks. Nee, jullie zeggen het zo zacht. Als hij tekort is, moet je zeggen. Maar Beuk, ja, zou je niet eens gewoon gaan spelen en dan gewoon wel wat opnoemen? Ja, de laatste vraag die gaat natuurlijk over ons eigen land, want ook daar is CTS actief. En de vraag is, welke spelers van AZ wisten dit seizoen een doelpunt te maken? Tijani Reinders! Sam Beukema! Ja! Ja! Was hij niet in? Woo! Tijani Reinders! Nou, het is nog spannend worden vanmiddag, jongens. 1-1 volgens mij. Jullie hebben de vorige ronde gewonnen, hè? Twee gasten? Nee, eitje. Easy winning. En door deze overwinning komen Tijani en Sam op gelijke hoogte in het algemene klassement. Het staat 1-1. Volgende week Challenge 3, de Delivery Service.